In Nederland komt jaarlijks minstens 140.000 kilo humane medicijnresten via de rioolwaterzuivering in het oppervlaktewater terecht. Om problemen te voorkomen is er een ketenaanpak medicijnresten uit water opgezet. Ja, we zijn met een ketenaanpak medicijnresten bezig. Aan de ene kant vanwege de effecten die we zien op de ecologie, dus op waterbeestjes. En dan moet je denken aan weefselschade, hormoonverstoring en gedragsverandering. En aan de andere kant omdat we ons zorgen maken over de productie van drinkwater. En natuurlijk zijn we aan de achterkant van die keten bezig om de rioolwaterzuivering aan te pakken. Maar we merken dat we het daarmee niet alleen kunnen. Dus dat we ook acties voor in de keten, bijvoorbeeld bij artsen en apothekers, nodig hebben. Door de vergrijzing zal het medicijngebruik de komende jaren alleen maar toenemen. Het is daarom belangrijk dat huisartsen en apothekers zich bewust zijn van de problematiek en dat ze weten hoe ze zelf kunnen bijdragen aan minder medicijnresten in het water. Dat kunnen ze doen door te zorgen dat geneesmiddelen geen geneesmiddelafval wordt. En bijvoorbeeld bij mensen met een korte levensverwachting dat je er niet heel veel voor lange periode voorschrijft. Maar ook om af en toe met mensen, ook als ze geneesmiddelen gebruiken, door te nemen hoe het gaat met het geneesmiddel. En dan is het niet zozeer om het geneesmiddelafval te verminderen als wel voor de welzijn. Maar het is wel een hele mooie manier om ook het afval te verminderen. En als tweede, als er dan toch geneesmiddelafval is, kan altijd gebeurt dat, dan is het zaak dat we die geneesmiddelen op de juiste manier weggooien. He, dus niet door het riool, dus niet via een wc of een wastafel, maar gewoon terugbrengen naar de apotheek. En de apotheker die kan er dan voor zorgen dat het geneesmiddelafval, wat die patiënten dan bij hem of haar brengen, op de juiste manier aan de gemeente wordt aangeboden en dat het ook vernietigd wordt. Veel apotheken doen dat. Helaas zijn er nog enkele gemeenten die dat niet doen, die het niet gratis overnemen van apotheken. En dan zie je dat soms mensen zelf hun medicijnen moeten wegbrengen. Wilt u samen met een expert van het waterschap of drinkwaterbedrijf in uw FTO bespreken wat u kunt doen? Dan kan dat tussen oktober 2019 en februari 2020. Aanmelden is mogelijk bij Lotte Dietz van Bureau Van Waarde. Zelf aan de slag gaan kan met de FTO-module Geneesmiddelen en Milieu van het IVM.